kan je technologie om het betalingsverkeer te beveiligen, gecombineerd met technologie om patronen te zien in beurstransacties, gebruiken om defecten in DNA op te sporen? Wel, dat is wat Bluebee doet. Bluebee is een Vlaams technologiebedrijf, een start-up die 10 miljoen euro heeft opgehaald. Dat is geen onaardig bedrag om zijn ambities te verwezenlijken. Ik heb hier de CEO bij mij zitten, Hans Kobbe. Eerst eens kijken naar DNA-onderzoek. Hoe complex is dat eigenlijk? Kunt u dat bevattelijk maken? Ik ga proberen. Dat is vrij complex. Het genoom of de genetische code van een individu bestaat uit pakweg 3,3 miljard tekens per individu. En wat je doet als je dat genoom gaat onderzoeken, is eigenlijk in een laboratorium een heleboel fragmenten van dat genoom chemisch, biochemisch verzamelen en vergelijk het even met een hele grote stapel papiersnippers, krantensnippers. En wat daar dan mee moet gebeuren is heel rekenintensief, want wat we doen bij Bluebee is eigenlijk al die krantensnippers terug bij elkaar nemen, daar kranten van maken en daar bovendien naar gaan kijken om te zien of er spellingsfouten in zitten en wat die dan betekenen. Ja. Dat is wat we doen. Nu, op zich is dat niet nieuw, hè? Er zijn nog andere spelers die dat kunnen. Ja. Wat kunnen jullie dan wel dat die anderen niet kunnen? Ja, wat we gedaan hebben is eigenlijk een technologie toegepast die inhoudt en die ontwikkeld is in Delft en die inhoudt dat we met supercomputers, dat wil zeggen met een heel grote aantal, gecombineerd aantal computers, dat genoom gaan onderzoeken. Hè. Ga er maar even vanuit, bijvoorbeeld in een kankeronderzoek, als we genetisch onderzoek gaan doen, dat we letterlijk honderden computers per patiënt inschakelen om dat genoom, om die genetische code te onderzoeken. Oké, dus heel veel computers nodig. Ja. En dan nog maar van één patiënt, dus laat staan dat je verschillende patiënten gaat onderzoeken. Ja, en daar zijn we nu mee bezig. Dus we zijn bij Bluebee bezig met het aangaan van een dienst. We bieden een dienst aan voor grote instituten die duizenden kankerpatiënten bijvoorbeeld simultaan willen gaan onderzoeken en naar die code gaan kijken om te zien hoe we die kunnen ontrafelen en hoe we gepersonaliseerde therapieën kunnen ontwikkelen bijvoorbeeld. En vooral het belangrijke aspect bij Bluebee is, het is hypersnel in feite, hè? Het gebeurt op 2 dagen. Ja, wat we doen is het eigenlijk zodanig versneld via die supercomputers uitrekenen dat we heel efficiënt patiënten kunnen gaan bedienen. Ja, en dat je die patiënt kan helpen met de juiste therapie natuurlijk. Absoluut. Dan stel ik mij meteen de vraag, ja, dat moet veel geld kosten, dus dat is voor de Happy Few. Dat was voor de Happy Few. Genoomanalyse is een vrij recente techniek. Je moet weten, pas een goede 10 jaar geleden werd het voor de eerste maal het volledige genoom van een patiënt uitgerekend, uitgelicht. Wat wij doen met onze technologie is eigenlijk net die prijs en die kostprijs van misschien wel honderdduizenden euro's per genoom vroeger, naar bij voorkeur een prijspunt te brengen en een aanvaardbare prijs. Een aanvaardbare en wat is die dan bijvoorbeeld? Kunt u dat aanduiden? Hangt er een beetje vanaf. End-to-end is een genetisch onderzoek vandaag nog heel duur. Maar het gaat denk ik over enkele honderden euro's. Dat is het punt waar we vandaag staan. En het is juist de technologie van Bluebee die toelaat om op grote schaal dit soort diagnose toe te passen. En dus dat prijspunt naar beneden te brengen. En van de happy few, many few. Many happy people te maken. Ja, en daarvoor werkt u samen met alle grote, gerenommeerde labo's in de wereld om die schaal inderdaad zo groot te krijgen. Mag ik u heel veel succes toewensen, Hans Kobbe. Dank u wel. Dames en heren, een heel fijn weekend.